Gisteren waren we bij OneSea Game Studios om natuurlijk twee hele toffe flight simulators te checken. Maar het blijkt dat Praag nog veel meer te bieden heeft als dat. We hebben namelijk wat onderzoek gedaan en wat blijkt nou? Onder andere Modern Warfare 3 speelt zich af in Praag. Je hebt natuurlijk nog Sly Cooper 2. En wat dacht je van Forza 5 die jij misschien op dit moment wel aan het spelen bent op jouw Xbox One? Wat wij wilden doen is de proef op de som nemen. Dus ik heb mijn Nintendo 3DS XL meegenomen met Pokémon X. En ik ben een hele grote Pokémon-liefhebber. Dus ik wil checken of het mogelijk is dat ik een Tsjechische Pikachu ga scoren via Spotpas. Dat is de ideale manier om te checken of de mensen hier een handheld bij zich hebben op straat. Ja, chill big beat, the nail up she. Jak nikdo přede mnou, tu zkoušku musím zvládnout sám a trénink je věc má. Celou zemi prohledám, půjdu dál a dál. Chci Pokémonům rozumět a jejich sílu znát. Pokémon, všechny ty to jsem já, je ty, můj osud nic se změní. Ik was misschien ietsje te optimistisch dat ik hier een Tsjechische Pokémon kon gaan downloaden. Ik heb bijna 3,5 tot 4 uur in Praag rondgelopen, een heleboel gezien. Onder andere de Karlsbridge en hier achter me natuurlijk de Clock Tower. Maar een Pokémon, die heb ik niet kunnen downloaden. Het is misschien veel te mooi weer, ik weet het niet. Ik zie mensen ook hier helemaal niet met 3DS'en lopen, dus die stop ik in mijn zak. Maar waar ben ik nou wel benieuwd naar? Wat spelen die Tsjechen dan wel eigenlijk voor videogames? Dus we gaan gewoon even op de man af aan ze vragen, wat speel jij voor games? De beste manier om natuurlijk een Tsjech aan te spreken is in het Tsjechisch. Dus ik heb net een woordenboekje gekocht en gekeken hoe ik mensen kan gaan vragen wat videogames zijn in het Tsjechisch. En ik kwam uit op dit zinnetje, dus ga ik even op die man hiernaast me testen. Ake video raj, hader yes. I don't speak Czech, I'm sorry. Čeke video raj, hader yes. Dobrý den, takže já už momentálně nehraju videohry, ale jediná, kterou jsem kdy hrál, byla Mario, protože se jmenuje Mario. Díky. Jaké video hraje Andreas? Nehraju videohry a myslím, že Češi také nehrají videohry. En net op het moment dat je denkt echt geen games meer te vinden hier in Praag, dan word je dus toch weer op de proef gesteld. Want we kwamen namelijk in een klein straatje en er zit een heel tof klein gamecafeetje. En zoals je hier achter me ziet, ze hebben gewoon Master Chief op de muur geschilderd. Ze hebben hier een gigantische beamer waar ze heel de dag lekker GTA 5 en andere games op kunnen spelen. En je ziet het, de Xbox stapel met games die ligt er niet om. Dus ik denk dat we toch stiekem wel kunnen concluderen dat er wel degelijk gegamed wordt in Praag. En dat mensen wel degelijk ermee bezig zijn. Alleen dat je toch iets dieper moet zoeken, dat het net iets meer een niche is als bij ons in Nederland. Maar als jij wilt gamen, dan kan het hier. Dat blijkt.